Hi, ik ben weer terug uit Parijs en met een griepje en een soort oververmoeidheid. Ik weet niet precies wat het probleem is, maar het was heel gezellig. Het was kort, maar het was heel leuk met de tweeën. Ik heb ook een klein beetje geshopt bij Sephora. Ik had maar vier dingetjes of zo, want het was daar zo druk dat ik gewoon niet op mijn gemak in die winkel kon lopen. Nou ja, goed dat. Maar dat komt later nog wel in een videootje. Ik ben niet echt verkouden aan mijn stem of zo. Maar ik merk het omdat ik dan schrale lippen krijg. En van die velletjes, moet ik zeggen. Maar goed, we gaan de bronzers doen. Dus ik pak even de losse spullen erbij. Want dat is dan. Dat zijn gelijk een hoop liquid producten. Ja, een beetje zo. Een bril, wacht even. Ja, een bril. Zo. Mijn huis heeft het overleefd. Het weekendje weg. Het was de eerste keer dat wij samen. Nou, het was niet de eerste keer dat wij samen weggingen. Want toen Wessel heel klein was, deden we dat heel vaak. Maar. Dit was wel de eerste keer dat wij Wessel alleen thuis lieten. Nou is Wessel niet zo'n kind die dan gelijk je huis afbreekt en zo. Nou, hij had netjes geveegd, hij had de keuken bijgehouden. En hij vond het super saai in zijn eentje. Maar goed. Ik heb van Max Factor de Miracle Sheer Gel Bronzer. Daar zit ook nog zo'n dingetje op. En dit lijkt heel heftig. Maar het is het niet. Als je donkerder bent dan ik, dan heb je hier helemaal niks aan. Voor mij is dit echt een heel prima product. Ik heb de Instant Anti-Age Effect. Dit is een van Maybelline. Dit is een foundation product, maar te donker. Dus gebruik ik hem als bronzer. Het is heel moussie. Maar zie je, ik kan hem heel goed als bronzer gebruiken. Dan heb ik een conceal and hydrate in de kleur. Wat staat hier? 13,5. Die gebruik ik als ik underpaint. En die heb ik ook in C1. Die is veel te licht, maar die is ook om te underpainten. Ja, dat. Dan heb ik een van Revolution in F10. Dit is een fast base stick. En die geeft een hele mooie. Dit is natuurlijk voor mij veel te donker. Maar dit geeft een hele mooie contour, is het meer voor mij. Even. Ik heb voorbereid met een doekje. Kijk, hij gaat er ook slecht af. Zie je dat? Dat betekent wel dat het lang houdt. Dan heb ik de Kiko Touch Sculpt in de kleur 200. Dat is deze. Het is iets donkerder. Ik heb de NYX Wonder Stick. Die heeft een highlight. Is een prima kleur voor mij. En een bronzer. Weet ik niet. Ik weet het niet. Dan heb ik de Catrice Holiday Skin Serum Bronzer. Ja. Ja, op mijn huid een heel mooi gebronsd effect geeft gewoon. Dus ja, ik heb er niks op tegen, laat ik het zo zeggen.
Kijken of ik het een beetje eraf kan halen hoor. Dan heb ik de Revolution Pro Goddess Glow Cream Contour en Brons. Dit is voor mij... dit is een goede kleur. Niet echt een contourkleur, maar dat... Nou ja, goed, hoeft ook niet. Dan heb ik deze. Dit is een contourstick. Nou, dit is gewoon een bronzerstick. Maar goed. Dan heb ik de Revolution. Ja, dit is ook een highlighter en een contour. De highlighter is iets meer roze. En dit. Ja, zie je zelfs bijna op mijn huid niet. Deze gaat denk ik weg. Net als die NYX, want die is dan weer te donker. Hier heb ik nog een Conceal & Hydrate in C0. Dat is ook voor te underpainten, maar die is echt heel wit. Dan heb ik een Super Dewy Bronze Liquid. Wat voor mij echt weer een prima kleur is. En ik heb natuurlijk de Halo Glow Contour. Ja, de perfecte contourkleur. Ik kan er niks anders van maken. Dan pak ik even een paar... Ik pak uit het bakje wat hier naast mij staat. Ik heb de... Revolution Glow Splendor Ultra Matte Bronzer in Fair. Ik ga hier op mijn arm verder. Ik ga op volgorde dat erin zit. Dit is de XX Revolution Bronzer in Demo. Dan heb ik de Revolution Pro Goddess Glow in Shimmer Brick. Dan heb ik de Revolution Pro Sculpting Bronzer in Balia. Dan heb ik de Revolution Ultra Cream Bronzer in Light. Nou. Die kennen we allemaal wel, toch? Die ziet er bij iedereen even ranzig uit. Dan heb ik de Revolution Bronzer in Tan. Waarom heb ik een tan? Vraag ik me af. Ja, dit is echt een perfecte bronzer voor mij. En ik heb de Bronzer Reloaded in Holiday Romance van Makeup Revolution. Dat is een baked product.
Dan heb ik de XX Revolution. Dit is een cream bronzer in Inspire. Even aan de bovenkant verder. Iets oranjeachtiger. Dan heb ik... De 11. Dit is de Luminous Putty Bronzer in... Nou, dat kan ik niet lezen. Dat zal vast de lichtste kleur zijn gewoon hoor. Dit is een beetje wat droger. Perfecte contourkleur voor mij. En dit is de gewone putty bronzer in... Kijken of ik het zo kan lezen. Nee. Wat staat hier, joh? Iets met shady. En die is... Ja, die komt heel erg overeen met deze, hoor. Dat is ook gewoon een prima contour voor mij. Dat zijn voor mij geen bronzers. Dit zijn voor mij echt contouren. Even proberen mijn handen een beetje af te vegen. Dit is de Colourpop Super Shock Bronzer Mat in Summer Forever. Ik had een andere besteld. Ik heb gewoon de verkeerde gekregen. En toen kon ik hem omruilen. Maar dat vond ik zo'n gedoe. Dus als je er gewoon rustig mee doet, dan is het echt wat te doen. En ik gebruik hem gewoon vaak als oogschaduw. Die hebben we ook gehad. Dan heb ik uiteraard de Chanel Le Beige Crème Belle Mini Anseolile Healthy Glow Bronzing Cream. Dit is de nieuwe variant. Ik heb de oude nooit gehad. En er is mij verteld dat de nieuwe variant is iets meer gericht op de drogere, wat oudere huid. Maar ik gebruik hem graag hoor. En anders is het gewoon een stapel die ik wil hebben. Dan heb ik van L'Oreal de Wild Bronze Glow. Als je er wat hoort piepen, dan is het Guus. Ook een beetje wat meer oranje. Ik heb de, ja, dit staat op als een highlighter. Er zit ook een kwastje in. Maar, ja, dat is het niet hoor. Dit is voor mij te donker. Dit is voor mij een bronzer. Dan heb ik verder nog de Back to Bronze van L'Oreal. Dat is deze. Dan heb ik de Max Factor Cream Bronzer in Light Gold. Nou, moet ik eerlijk zeggen, ik weet niet precies wat hier dan de cream aan is. Want het is gewoon een poeder, maar wel een mooie bronzer. Ik heb de Glowish in Light Soft Radiance. En ik heb een Kiko
Flawless Fusion Bronzer Powder in de kleur 01. Je kan er eigenlijk hier altijd wel van uitgaan dat ik de... Dat is deze. Heel neutraal. Maar daardoor voor mij een hele fijne bronzer. En dan heb ik nog van Revolution een Ultra Cream Contour Palet. Ja, met allerlei kleuren. Wat ik heel vaak gewoon als een oogschaduwpalet gebruik. Dan hebben we deze. En ik merk nu, zo langzamerhand... dat ik nog een L'Oreal Infallible bronzer moet hebben. Maar die zit er even niet bij. Ik weet het niet. Ik heb de Clean ID Mineral Bronze in Light. Dan heb ik de Catrice Bronze Away to Maui. Oh, die is los. Zie je dat? Deze is wel heel mooi. Dan heb ik de MUA Bronze Perfection. Dit is een, kan je gewoon donker maken wat je wil. En ik heb een Revolution. Wat is dit? Een Mega Bronzer in de kleur 01 Cool. Verder heb ik een Elf palet. Met een aantal kleuren. Dit is een bronzer, een contour, maar met een glimmertje erin. Dan heb ik de Le Beige Oversized Healthy Glow bronzer. Heel goed gebruikt. En ik heb de Too Faced Milk Chocolate Soleil. Heel goed gebruikt, zoals je ziet. Dan heb ik nog van Catrice deze, het Contour Palet. Deze had ik mee naar Parijs. Omdat ik de contourkleur heel fijn vind. Maar ik gebruik het ook als oogschaduw, moet ik eerlijk toegeven. En de Holiday Skin Bronze & Glow Palet. Nou ja, goed. Hè, die kennen we wel. Dan gaan we hier beginnen. Ik heb nog een City Bronzer. En ik heb de Hello Good Stuff van Essence Matte & Glow Bronzer in de kleur 10 Cacao Cool. Dan heb ik dezelfde Matte & Glow Bronzer in 20 Cacao Kist. Dan heb ik van Essence de Mosaic Powder. Dat is ook een bronzer voor mij. In 01 Sunkissed Beauty. Dan heb ik van Catrice de Sun Glow Matte Bronzer in 035 Universal Bronze. Ik heb de Skin Holiday Luminous Bronzer in de kleur 010 Summer in the City van Catrice. Dan heb ik nog van Catrice Sun Gasm Luminous Bronzer. Dat is een limited edition, maar die is de kleur C02 Bronze Euphoria. Dan heb ik van Catrice de Sun Lover Glow Bronzing Powder in 010 Sun Kissed Bronze. Ik heb van Flower Beauty Heatwave Luminous Bronzer in de kleur... Ja, Heatwave is dan de kleur. Of is het Sunswept? Het is de Heatwave Luminous Bronzer in de kleur Sunswept. Dan heb ik de Rimmel Radiance Brick... In de kleur 100. Nee. 001 Light. Andersom houden.
Ik heb de Collection Bronze Glow in de kleur 1 Light. Dan heb ik een Butter Bronzer in Light. Een Light Bronzer. Ik vind de geur niet lekker. Maar ik hou absoluut niet van kokos. Dus ja, dat wordt een probleem. En dan heb ik de Milani Baked Bronzer in 04 Glow. En die is wel... die glowt echt, maar heeft niet heel veel pigment. Dat zijn alle bronzers. Op een L'Oréal bronzer na. Want... die zit hier niet bij. Er zit hier een vlieg wel, mij te irriteren. De L'Oréal bronzer, dat is die Infallible. Die is vreselijk overhyped, maar is een hele fijne bronzer. Ja, dat was het. Zullen we volgende week poeders doen? Ja, laten we volgende week poeders doen. Dan hebben we alle dingen die je op je gezicht moet smeren, heb je gehad ongeveer. Nou ja, behalve je lippen en je ogen, maar je gewone gezicht, zeg maar. Dat doen we volgende week. Bedankt voor het kijken. Er gaan twee dingetjes weg. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Doei!